Bonjour en welkom vanuit Parijs. Ik ben Yvonne, jullie wereldstadgids. Het is vandaag 8 mei 2016, bevrijdingsdag in Frankrijk. 3 dagen na jullie feest in Nederland. Wat vieren we hier nou eigenlijk? Van wie zijn wij bevrijd? Was dat van die Duitsers of misschien wel van die Franse collaborateurs? En door wie zijn we bevrijd? Was dat nou echt door die dappere Fransen zelf, zoals generaal Charles de Gaulle het graag deed geloven? Of hebben we toch wel heel veel te danken aan die dappere Canadese, Engelse en Amerikaanse soldaten? In dit blog ga ik wat dieper in op de oorlogsmythes van Frankrijk. Oorlogsheld of oorlogsloser? Kijk maar mee! Oorlogsheld of oorlogsloser? Eén ding is zeker, de allergrootste oorlogsheld in Frankrijk, dat is die kleine opdonder, Napoleon Bonaparte. Je kijkt tegen de onderkant aan van de prachtige Arc de Triomphe. Napoleon Bonaparte liet deze triomfboog bouwen om al zijn grote veldslagen te vieren. Frankrijk is dol op oorlogshelden en schroomt ze niet om hen in volle glorie te eren. Maar hoe gaat Frankrijk om met haar minder glorieuze oorlogsverleden? De mislukkingen en de schaamte. Kijk nou bijvoorbeeld naar de slag bij Waterloo. Napoleons grote ondergang in 1815. Vorig jaar, precies 200 jaar later, werd dit groots gevierd in België. Reconstructies van de veldslag waarbij alle grote staatshoofden aanwezig waren. Behalve... Frankrijk wilde 200 jaar later niet meedoen aan het vieren van hun ondergang. Flauw, hè? Onderwerp. Bevrijdingsdag op 8 mei in Frankrijk. Parijs was een van de eerste Europese steden die bevrijd werd. 25 augustus 1944. De dag waarop generaal Charles de Gaulle Parijs inkwam. Hij was de leider van het Franse verzet vanuit Londen. Hij paradeerde trots over de Champs-Élysées en werd naar het Hôtel de Ville gereden, het grote stadhuis, alwaar hij zijn beroemde speech heeft afgestoken over de bevrijding van Frankrijk. Parijs gebroken, Parijs gekrenkt, Parijs gemarteld, maar Parijs bevrijd. Bevrijd door haar eigen volk, met behulp van het grote Franse leger, met behulp van het hele Frankrijk. Het ware Frankrijk, het eeuwige Frankrijk. Hou eens even, Charlotte. Is Frankrijk ook niet bevrijd door de Engelse, Canadese, Amerikaanse geallieerden die net op de stranden van Normandië zijn aangekomen? Voor de geallieerden nogal een onbeschofte en groteske manier om de Franse geschiedenis te beschrijven. En er was ook wel degelijk verzet in Frankrijk. Deze dappere mannen en vrouwen werden door Charles de Gaulle aangestuurd vanuit Londen. Maar ondertussen bezwijkt Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog onder een collaborerend regime. Vanuit Vichy. Vichy was dé plek in Zuid-Frankrijk van waaruit het collaborerende regime werkte. De chique kuurorde veranderde in regeringskantoren. Het zuiden van Frankrijk werd door hun bestierd, maar het noorden van Frankrijk was wel zeker bezet door de Duitsers. Maarschalk Pétain zei na de inval van de Duitsers dat hij nog liever een nazi-provincie werd dan met de Engelsen samen te werken, hetgeen Charles de Gaulle voorstelde. Het was dan ook dit regime die zelf kwam met de anti-Joodse maatregelen voor de Joden in Frankrijk. De Duitsers hoefden er niet eens om te vragen. Ik laat de Champs-Élysées en de Parijse glorie even achter me om richting het Joods-historische district te gaan. Le Marais, ga maar mee! Als je door de Joodse wijk Le Marais heen wandelt, word je met een hele andere kant van de Franse geschiedenis geconfronteerd.
Hier geen standbeelden van heldhaftige zogenaamde redders. Nee, hier word je eigenlijk op iedere straathoek geconfronteerd met gedenkplaten van de gedeporteerde Joodse mensen die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog woonden. Maar zijn de Joodse mensen nou destijds door de Duitsers gedeporteerd? Nee! Nee, het was inderdaad de Franse politie zelf die verantwoordelijk was voor de deportatie van de Joden in Parijs. Het is een zwarte pagina uit de Franse geschiedenis. 16 juli 1942, La Rafle du Vel d'Hiver, ofwel de razzia van de Velodrome d'Hiver. 13.000 Joden werden door de Franse politie van hun bed gelicht en dagenlang werden ze vastgehouden in het Willigstadion. Onder deze groep ging het om zeker 4.000 jonge Joodse kinderen die de nazi's wel wilden besparen, maar de Franse politie blijkbaar niet. Dagenlang hebben ze opgesloten gezeten in het oude Willigstadion. Honderden mensen zijn ter plekke al overleden, gebrek aan water, voedsel en een strengende hitte. Vervolgens zijn ze allemaal gedeporteerd richting de vernietigingskampen. Er zijn maar een paar gevallen die deze raffle hebben overleefd. Je snapt wel dat dit een gebeurtenis is die liever vergeten wordt door de Fransen. Het heeft dan ook meer dan 50 jaar geduurd voordat er eindelijk een Franse president excuses aanbiedt. En openlijk erkent dat dit 100% verantwoordelijkheid was van de Franse staat. Jacques Chirac heeft in 1995 officieel erkend dat Frankrijk een gruwelijke gebeurtenis op zijn geweten had. En het heeft nog eens tot 2007 moeten duren voordat deze gebeurtenis pas echt bekendheid krijgt bij het nationale en internationale publiek. Het is het jaar dat de bestseller van Tatiana de Ronet uitkomt. Haar naam was Sarah. Ook dit boek laat weer zien hoeveel moeite Frankrijk heeft met deze geschiedenis. Er zijn twee uitgevers geweest die weigerden dit verhaal uit te geven. Bevrijdingsdag in Parijs, een beetje een dubbel gevoel dus. De Fransen geloven graag in de mythe die Charles de Gaulle destijds heeft voorgeschoteld. Maar het is ook wel belangrijk om de andere kant van het verhaal niet te vergeten. Heel veel groetjes uit Parijs, tot de volgende keer. J'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents.